Een hele goede middag, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Janne Verdekkers en vandaag is het, even kijken, 10 december. Ik ben net thuis van mijn werk. Ik ben na werk eventjes naar de Action gegaan. Heb weer wat kerstspulletjes gekocht en toen ik thuis kwam, heb ik de kerstboom uit de schuur gehaald. Want ik heb een kunstkerstboom, een hele kleine. Ik hoef niet zo heel groot. Maar ik moest ook hoog nodig naar het toilet, dus ik ben eerst naar het toilet gegaan. Dat schetst mijn verbazing totaal niet. We hebben een schoonmaker hier die eens in de week komt, één keer. Die mij helpt met de zware dingen met schoonmaken. En die doet dan stofzuigen dweilen. De zwaardere dingen, zeg maar. Want ik hou dat stofzuigen nu vol en met Vince duurt het even wat langer. Sorry Vince daarvoor. Maar het wordt dan wel schoon als Vince het doet. Maar als er een schoonmaker is die dat wil doen, dan graag. Hij maakt ook de badkamer schoon. Maar hij zet nooit alles op de juiste plek terug. En dat vind ik vervelend. Maar ik zal nu laten zien hoe het staat. Nu staat het precies zo. Terwijl al deze, de meeste dingen van deze dingen die hier nu staan, horen niet op deze plek. Want deze heb ik nooit hier zo staan. Echt, ik ben wat dat betreft echt een artiest. Huppa, daar, die gaat daar. Deze gaat hier. Deze moet hier. En dan heb je deze, die moet hier. En dan klopt het weer. En deze moet dan hier, zo. Moet dan zo. Wacht even, deze stond dus zo. Dit nu hier. Nou, deze staat ook weer niet goed, die moet dan hier. Zo ben ik gewoon, ja, sorry mensen. Ik ben wat dat betreft echt een ramp daarin. Nu staat alles weer netjes. En ja, ik heb kerstspulletjes gekocht bij de Action. En hier staat het in. En ook hier zo kerstkaarten gekocht. Nu moeten we alleen nog deze even zo doen, want hier zit de kerstboom in. Vorig jaar met Vince gekocht. Ik moet nu alleen nog even een plekje zoeken waar die kan staan. En ik zal even laten zien hoe die eruit ziet. Zo. Dit hoort erbij. Dit hoort erbij, mensen. Even kijken. Oh jee. Kerstboom. Ja, kijk. En ik geloof dat hier nieuwe batterijen in moeten. Na een jaar. En dan moeten we hem zo vastmaken. Ja, gewoon laten vallen. Handig. Eens kijken. Zo. Volgens mij moet er nog meer bij. Nog een pootje of zo, geloof ik. Of ik heb een verkeerd om. Ja, er moet nog een poot bij. Twee zelfs. Zit niet hierin. Ik hoop dat het hier ergens in. Anders moet ik. Oh, heb ik echt een probleem. Oh man. Alle kerstspulletjes zitten hierin. Maar ja, dat wordt dus even een zoektocht van hier tot Gunther. Ik ben hem kwijt, mensen. Ik ben de overige kwijt van dat. Ja, dat gaat lekker al zo. Dat heb ik weer. Shit. Wil ik mijn kerstboom opzetten? Is het pleiten? Oh, ik zie hem liggen. Oké, hij zat in de lampjes. En ik heb plakband aan mijn voet nu. Nou ja, dat gaat vanzelf weer af. Ik ben gehaast vandaag. Ik ben net thuis van werk. Kijken zo. Kijk, dan kunnen jullie zien hoe ik hem zet. Dadelijk. Oh, dennenboom, oh, dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon. Ik heb je laatst in het bos zien staan, toen had je nog geen kaarsjes aan. Zo, echt hè, ga naar boven joh. Zo, hij zat onder niet goed.
Zo. Ja, dit is hem. Alleen ik moet nog wel een plekje zoeken waar ik hem ga neerzetten. Hier wordt denk ik te druk met deze plek. Waar ik hem nu wil. Hier stond hij vorig jaar. En waar ik hem dit jaar ga doen, weet ik nog niet. Ik ga hem niet hier op tafel laten. Zo. En dan ga ik hem straks even versieren. Maar jullie zagen ook dat ik een tasje van Bonprix heb. Ik geloof eigenlijk dat ik een broek heb besteld of een t-shirt. Ik weet niet meer wat. Oh, fijn. Ik heb steeds die plakband aan mijn voet. Ga er af. Zo. Nou, we gaan even naar die Bonprix toe. Deze is het dus. En Bonprix weet niet dat ik dit doe, maar hey. Ze weet niet dat ik vlog of zo. Dus ik krijg er ook niks voor. Oh ja, foute kerstrui. Foute kerstrui. Nou, die gaat wel passen. Lijkt net een theedoek wat ik aantrek of zo. Lekker warm ook. Ik vond hem gewoon super uber grappig. Nou, ik hoop dat jullie hem leuk vinden, mensen. Zo. Foute kerstrui. Hij is ook nog echt lang. Ik vind hem cute. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Laat het weten in de reacties, zou ik zeggen. Nou, ik ga nog een plekje zoeken voor die kerstboom. Dus tot strakjes allemaal. Nou, de kerstboom staat nu eindelijk. Ik heb hem al helemaal versierd. En ik vind hem al heel erg leuk. Het is nu een beetje donker hier, maar dat komt zo wel goed. Hier staat hij. Mijn eigen kerstboom. En wat decoratie hier zo. Nou, deze hoort er nu even niet bij. Dus we moeten eventjes zonder dit doen. Zo, daarin. Zo. Ik ga nog eventjes kijken waar ik alles ga plaatsen. Ik laat die foto denk ik hier wel staan. Maar het staat hartstikke leuk zo. Vind ik dan. Geen idee wat Vincent ervan gaat vinden. Ik heb ook een piek erbij. Huppa. En dan heb ik daar zo nog iets. Oh, scherpstellen. Daar zo nog iets van decoratie staan. En dan zijn dit kerstkaarten. Het zijn er een beetje veel. Yep, een beetje te veel. Dat ding kan ik ook aandoen trouwens. Kijk, dat laat ik ook even zien. Als hij het nog doet eigenlijk. Ja, hij doet het nog. Die is ook voor kerstmis. Superleuk. Nou, en ik heb ook nog een rood lint. Die heb ik hier. Ik zal toch maar even licht aan doen, want anders zien we niet zo heel veel meer. Even kijken, zo. Zo. Ja, voor nu is dat even. Dan heb ik hier ook nog zo'n soort lint liggen, zo. En daar heb ik nog een kerstdecoratie gezet. Ik ben nog lang niet klaar met alles. Maar het is wel leuk. Ik ben een beetje enthousiast aan het worden. Dit soort dingen maak je huis toch wel weer vrolijk. En dit heb ik ook neergelegd. Zo'n gouden lint hier zo. En ik heb ook lampjes bij het opgehangen. Het ziet er niet uit eigenlijk zoals ik vorig jaar had. Maar het hangt in ieder geval. En dat vind ik echt super leuk. Ik geloof dat Vince nu thuis is. Ongeveer. Bij mij. Nou, ik hoop dat hij dit ook leuk gaat vinden. Dus ja, ik ben zo blij. Ik heb de computer nog niet eens aangezet. Dat doe ik meestal altijd als ik thuis kom. Eerst naar het toilet uiteraard. Nee, het was de buurman die thuis komt. Sorry, ik was even stil. Maar ja, ik hoop gewoon dat iedereen het leuk zal vinden. En vindt ze ook. Ik ben blij en trots op mezelf dat het nu eindelijk gelukt is. Het enige waar dat rode lint komt is over die reling daar. Zeg maar over die buizen. Of door de buis heen of over die buis heen. Daar gaat het rode lint heen. En daar zo ga ik dan de kerstkaartjes aan ophangen die ik heb ontvangen van mensen of heb gekregen. Ja, ontvangen, gekregen, eigenlijk hetzelfde. Dus ik ben nieuwsgierig. En eigenlijk ook wel, ja, wat, even wat vrolijker. Ik heb een leuke dag gehad. Oh, Vincent ze wel. Oepsie. Vincent. Nou zeg, ik was aan het vloggen, ik dacht dat de buurman alleen maar thuis kwam. Huh? Niet op Zoom. Wat zeg je nou? Niet op Zoom. Zoom? Nee. Hoe laat is het dan? Ik ben opgelopen. Oh, ik ben het helemaal vergeten. Oepsie.
Oh ja, we hadden een afspraak om 4 uur, hè? Ik ben het helemaal vergeten. Nou, dan ga ik maar gelijk de computer aanzetten dan. Ik had het helemaal vergeten. Ik heb de kerstboom opgezet. Ik ben zo in mijn element om die kerstboom te versieren. Nou, jullie zien me straks weer. Nou, ik heb ruzie met lampjes. Ik heb helemaal ruzie met lampjes. Ze willen niet uit de knop. Ze willen niet uit de knop. Dit zijn dus gekleurde lampjes, die wil ik in de kerstboom zetten of zo, of ergens anders. Maar ik heb ruzie met de lampjes. En Vince is bezig met gevaarlijke capriolen. Hij gaat daarop staan. Nee, wat zeg je? Nee, dan. Ik durf die op de... Ik kan daar niet bij, dan ben ik nog te klein. Ik durf het wel, maar ik ben te klein. Gevaarlijk hoor. Wees voorzichtig. Wat moet ik doen? Een zetje geven? Oh, een armpje geven. Ja, zo? Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Doe ik het fout? Je hebt kramp. Ja, het enige probleem is, je staat nu op het lintje. Ik hou je tegen, hè. Je staat echt precies op het lintje, Vince. Zo. Alsjeblieft. Wat deed je van haar? Hè? Je weet ik veel. Je deed het helemaal naar boven. Je gooide het of zo in een soort propje. Je deed je arm omhoog, maar zat je wel iets meer naar links. Maar je deed het vorig jaar wel goed. Nu ben je lang genoeg hoor, je kan erbij. Hè, Sanal? Hij kan erbij, hè? Hij kan het ook. Ja, zie je? Maar wel weer naar links, hè? Niet naar rechts. Hij moet voorbij die schilderij. Maar ja, er zit ook zo'n ding tussen, zie je? Snap je wat ik bedoel? Het moet verder weg van het schilderij. Hij moet voorbij dat ding. Dus je moet weer eraf aan die kant. Want hij gaat niet zo ver. Je moet weer opnieuw doen. Want hij kan toch niet voorbij dat ding daar? Kijk jij het voor het schilderij? Ik zit hier vast. Moet ik aan het touwtje trekken? Moet ik aan het touwtje trekken? Die je nu vast hebt. Rechts. Rechts. Nee, zo moet hij niet. Hij moet alleen aan de rechterkant. Iets meer naar rechts. Kijk, het schilderij. Ja, oké. Okay. Wacht even. Mag ik even kijken? Nee, niet daarin. Links naar rechts. Nee, links blijven. Hij moet links. Daarom vraag ik, moet ik hem vastpakken aan de linkerkant? Sorry, ik ben een beetje blond bezig. Nou, dus lief. Moet ik die pakken daar zo? Eens kijken of het lukt. Je. Zo. Oké, kun je hem nu proberen? Hij moet echt links. Ik heb hem niet vast. Oh, ik stond erop. Nu sta ik er weer op. Ik sta er weer op. Nou.
Heb je kramp in je rug? Wat zegt u? Wat? Dit ding is heet. Laat maar zitten dan. Laat maar zitten dan. Ik ga echt helemaal... Ik ga echt helemaal stuk. Vince zegt, die buizen zijn heet. Laat maar, Vince. Laat het dan maar zitten. Het is goed. Ik wil niet dat je verbrandt of zo. Oh, nee. Blijf. Ja, die moet er wel blijven, ja. Oh, nu kun je aan die kant trekken, trouwens. Ja, die moet je nu trekken naar beneden. Waarom? Omdat die dan goed is. Ja, zo ja. Ik kan het ophangen. Zo. Hij moet nog een keer gedraaid. Hij moet nog een keer erover in. Hij komt tot de grond. Dat wil ik jou niet aandoen. Hij moet dubbel, zeg maar. Ja, was meer, ik kan meer kaart op, toch? Nee, dat kan wel. Moet hij ietsje meer naar rechts nu? Maar wees voorzichtig dat je niet valt. Ja, zo ja. Zo is hij goed. Hij is alleen een beetje statisch geworden op de muur. Gaat het? Volgens mij hing die vorig jaar hoger. Ik denk dat hij vorig jaar hoger hing. Nee, ja. Ik denk dat hij hoger hing daar. Sorry, Vince. Nee, laat maar zo. Het is goed. Het is goed. Nee, het is goed. Laat maar. Ik wil niet dat je handen verbrandt. En waarom, als je je nu afvraagt, waarom doe jij het niet? Ik heb hoogtevrees. Vince ook, denk ik. Hè, Chanel? Ja, nou kijk, hier is Chanel weer. Hallo, zwaai maar even naar de camera. Hallo, YouTubers. Hoe gaat het ermee? Ja, goed hè. Ja, gaat goed? Houden zo. Nou moet Vincent nog van het krukje afkomen. Wat gaat hij eerst doen? Links of rechts? Jee, applausje voor Vince. Wagels. Nou, dan kunnen we dadelijk een TikTok opnemen, Vince. Hij kijkt me aan van, wat zeg je me nou? Nee, ik heb TikTok gemaakt. Van de lampjes en zo. Nee, ik heb toch wel een ding. Oh, nou weet ik niet. Nee, dadelijk van, it's tricky, dit, dat, bla bla bla. Dat je een kant op moet lopen. Ja, dat moet. Ja, dat is verplicht. Verplichte kost. En die ding? Welk ding? Zilveren ding. Hè? Zilveren ding, ja, die moet ik ergens nog neerleggen. Ik denk voor de tv of zo. Het is kerstmis, dan mag het. Ja, kerstmis. Zeg je ook even gedag tegen Chanel? Heb je nog niet gedaan? Ja. Nee. Ja, ja, iedereen ziet trouwens ook dat ik de ringlamp aan had bij dat meeting van Zoom. Hadden we die lamp even aangezet, want ik had geen zin om die andere lamp aan te zetten. Dus dan maar die ringlamp. Was ook wel goed. Ik had net ook een TikTok gemaakt en ik leek wel een spook, maar hij is wel leuk geworden. Ik ben nog steeds geblokkeerd op TikTok voor 3 dagen. Afgelopen dinsdag is dat gebeurd, dus misschien kan ik morgen weer live gaan op TikTok. We zien wel. Ik kan er alleen maar om lachen, want het ging echt nergens over. Maar ja, dat weet iedereen nu wel. Ik hoop dat jullie de Q&A leuk vonden op YouTube trouwens. Maar voor de rest, ja, shit happens toch?
En wat moet ik met je glas? Ja, je doet het ineens zo, maar wat moet ik ermee? Hè? Vastpakken? Oh, ga jij naar de winkel dan? Nee. Jawel, je moet naar de winkel. Ja, de winkel. Hier. Ja, hij pakt gewoon het glas van me af. Ja, je hebt het glas niet anders. Nou ja, dag vriend, ik ga het niet doen. Nu mag jij een keer. Ik heb het zo lange dag gewerkt en alles. Ja, ik ook. Jij bent. We zien wel wie er gaat. We gaan wel. Even kijken, hoe heet het? Hoe heet dat nou? Steenpjes gaan. Ja, dat was hem, dank je. Oké, zet die kopje maar weg. Steenpapier glas. Nee, niet glas. Steenpapier stuk. Steenpapier stuk, ja tuurlijk. Oké. Hoeveel pak? Hè? Hoeveel keer? Weet ik, voor maakt niet uit. 1, 3, 5. Oh, bij 3. Oh, zo. Steen, papier, schaar. Oh, dan moet ik gaan. Mag ik nog een keertje doen? Ja, dat is 3. 1, 3, 5. 1, 2, 3. 4, 5. wat even. Steen, papier, schaar. Oh, zo. Steen, papier, schaar. Oh, nou, allebei tegelijk. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Jij moet. Jij moet. 1-1. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. We doen allebei tegelijk. Steen, papier, schaar. Ja, dat moet jij. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Goed. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Goed. Nou, we gaan het dadelijk wel even uitvechten. Doei. ja, jij mag uitleggen waarom ik lach. Nee. Ja, het lijkt alsof je mij een tik te geven zou. Ja, waar? Nee, kijk, ik had in dit gedeelte. Sorry. Ja, sorry. Ja. Nou, zoals jullie zien, lampjes hier zo opgehangen. En hier zo lampjes, het wordt helemaal gezellig. Jee! En daar zo lampjes opgehangen. Ik zit even helemaal in de kerstsfeer. En hier zo nog extra lampjes. Het is me wat. En de kerstkaartjes heb ik opgehangen. En geen van ons twee heeft zin in koken. En we hebben ook geen zin om voor allebei naar de winkel te gaan, dus we gaan maar wat verzinnen. Vins, red ons uit de brand. Wat zegt u? Ja. Nou ja, ik ga misschien kerstkaartjes schrijven of zo. Ook leuk. Dus tot zo allemaal. Het was een beetje kort, maar ja, tot zo. Nou, ik ben nu bezig met kerstkaartjes schrijven. Vins speelt Mortal Kombat, geloof ik. En ik zal eventjes een beetje laten zien hoe ik dat doe. Ik hoop dat het lukt met dit zo. Dat ik het kan laten zien. Vast wel. Normaal schrijf ik wel wat netter, zo dus. Maar ik keek naar de camera om te kijken of jullie het wel konden zien, dus super netjes is het niet. Zo. Nou, en dit schrijf ik dan zo. En dit zijn dus met de kerstkaartjes. Zo. En daar liggen er nog meer, die heb ik al geschreven. En dan ga ik over naar de volgende kerstkaart en dan schrijven we weer verder. Moet ik hem wel even open krijgen. Wel, ik blijf hangen. Zo. Dan probeer ik het weer hetzelfde zoals net. Maar dan op een andere kaartje weer.
Misschien dat het nu wel lukt om netjes te schrijven. Dit is het zo. En ja, het zijn niet echt super mooie kerstkaarten, denk ik, of zo. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ondertussen was ik ook nog even dit aan het kijken, de vlog van Enzo. Die vandaag online gekomen is. En de Q&A is online en ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden. We wachten nu ook nog op picknick. En ja, ik heb ook de ringlamp aanstaan. Laat ik even zien. Hallo ringlamp. Ah, de lens is nog niet helemaal schoon. Maar ja... We hebben even een rustig avondje. Ik vind, speelt gewoon lekker Mortal Kombat. Een spelletje waarvan ik altijd een beetje zo gereinigd word omdat ik maar niet win van Vince. Hè Vince? Ja. Ik vind het wel leuk om te spelen, maar uiteindelijk wil ik ook wel eens iets van hebben van... Nou, ik wil ook wel eens winnen, joh. Laat me ook eens winnen. Maar ja, dat gebeurt dan weer niet. Want Vince is daarvoor weer iets te goed erin. Daarom speel ik nooit spelletjes met Vince. Maar we gaan wel een keertje dammen samen. Hè Vince? Dank u wel. Niet met volle mond. Nou, nu nog even wachten op picknick. Die moet tussen 9 uur en 10 uur komen. Ik heb wel een bericht gekregen dat ze elk moment hier kunnen zijn. Maar ja, hoe laat is elk moment? Ik kan wel zien in de app. Moet ik eventjes kijken. Zo, de app hiervan. Eventjes wachten en pizza. 10 over 9 en 9:30. Nou, nog een uur. Ongeveer. Uur en een half uur, hè? Half uur en een uur. Ja, het is nu 9:55, dus dat duurt nog eventjes. Maar ja, ik ga ondertussen weer verder met kerstkaartjes schrijven. Nou ja, kom maar goed. Dus tot gauw. Picknick is geweest en ik heb net alles eventjes in de keuken gezet. En het is redelijk veel hier. Maar hier is het. Ze zet het nu gewoon bij de deur neer, 1,5 meter afstand. Wat je wel moet doen, is deze tasjes echt teruggeven, want dan krijg je weer statiegeld terug. Hé, hey, je bent een beetje geslonken, joh. Huh? Jee, papa, ontbijt. Nee hoor, niet alleen ontbijt. Oh, ik kan goed iets maken binnenkort met dit. Gevulde paprika of zo. Als ik paprika's heb hier, in, hoop het, kan ik gevulde paprika maken. Wat zeg je? Ja, ligt dat nog? Oké. Okay. Zo, en dan doen we er gewoon gehakt bij volgende keer. Oh, het is wel een heel kleintje. Ik dacht dat het voor 2 personen was. Oepsie. Nou ja, het was schattig. Als ik alleen ben een keertje of zo. En wat hebben we hier? Oeh, groente. Macaroni groente. Oh, er zit nog iets in. Oh, hier is 2e. Jee. De 2e. Nou, en dan gaan we hier naartoe. Ze hebben een soort lusje gemaakt hier, vastgemaakt zo. Los, 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 jongens. Nou, dit zijn allemaal bapauw voor Vins. Vins houdt van saté bapauw. Vind ik zelf niet lekker, overigens. Want ik hou niet zo van dat saté gebeuren. Nou, weer lekker groente erbij. Ik moet trouwens nog even opzoeken of dit ook bij gevulde paprika kan. Ik zat te denken aan spinazie met gevulde champignons. Ik wil echt heel veel leuks gaan maken, iets lekkers en zo. Dus ik hoop dat het daarmee kan. En ja, zien we dan wel. Ja, deze heb ik ook gekozen. Dit is ook groente. Ik eet de laatste tijd meer groente. Vind ik belangrijk dat het echt goed komt. Oké, ik weet nog niet zo goed wanneer ik de gevulde paprika ga maken, maar dat laat ik jullie wel zo snel mogelijk weten. Voor nu ga ik weer eventjes dit opruimen. Dat is, vind ik niet zo nodig om te laten zien in beeld, want ik weet niet hoe ik een beeld moet versnellen. Als iemand mij dat kan vertellen, laat het me weten. Dus tot gauw. En wederom weer vergeten af te sluiten. Het is nu weer vrijdag. 10 december of zo. Ik heb geen idee meer.
Ik moet even kijken. Even kijken, wat is het nu voor datum? Hallo, Kate, laat het zien. Oh, 11 december is het nu. Het is nu 11 december en ja, ik ben vergeten weer af te sluiten van de vlog. Ik werd net aangebeld. Ja, het is 7:30. En dan weer doorslapen, maar ja, dat gaat dan niet meer. Nou, ik wil jullie toch gaan vragen om op mij te gaan abonneren. En een blauw duimpje omhoog van vind ik leuk, zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze, rollatos!